Wow, en welkom bij een gloednieuwe Mytopia aflevering. Vergeet niet even te liken, jongens. Ik weet dat de afgelopen tijden misschien wat minder doen. Beetje laidback, couchsurfer, doe ik ook wel eens een keer. Maar ik waardeer het wel heel erg als de video's niet alleen goed bekeken worden, maar ook goed geliked worden. Dus doe dat eventjes. Vandaag ben ik met een speciale gast. Vaker in de uitzending geweest, in de Mytopia afleveringen. Namelijk DTCL, oftewel ik noem hem Leon. Ik denk dat heel veel mensen jou zo noemen. Yes. Ja, hè? Ja. Ja, en een tijd geleden, laten we zeggen een kleine 2-3 weken geleden, heb jij mij een eiland laten zien wat in aanbouw was. We zijn inmiddels op de live server en niet op de bouwserver. En Het is klaar. Yes. En dat houdt in dat jij nu officieel... Oh, wist je dat? Dat hier Riool onder zat? Ja, het zit onder de hele stad. En ze kunnen zelfs op meerdere plekken buiten de putjes om, kunnen ze erin. Vet, cool. Anyway, dat is voor een andere video. Ja. Ik wil jou bij deze dan controleren of feliciteren met misschien wel de legitte meest grote verzameling ooit. Heeft de hele tijd hier gezeten. Ik weet dat andere mensen verzamelingen hebben gehad, maar je hebt er een heel eiland voor gehaald. En ik wil er eigenlijk wel even doorheen lopen. Een trip down memory lane. Want meestal zie ik... Ja, doe maar hoor, ga maar lekker lopen. Ik volg ja, dat... Meestal zie ik spelers en verzamelingen en dergelijke in kisten zitten. Bijvoorbeeld als ik bij Danny kijk, bij Eco, daar zie je het hele rijtje natuurlijk staan. Dat is in een kist, maar niet echt opgehangen. Je hebt volgens mij per seizoen een huisje gemaakt. Ja, grotendeels wel in ieder geval. Ga ik goed trouwens zo, of niet? Ja, dit is hem. Okay. Dit is het bootje wat naar het eiland gaat. Oké, we zijn er. Helemaal top. Ja. Leid mij rond. Dit is dus voor iedereen publiekelijk toegankelijk natuurlijk. Ja. Maar hoe weet ik waar alles begint? Waar is het eerste seizoen? Ja, ik ben begonnen gewoon rechts voor, zeg maar. Dus als je aankomt lopen rechts voor. Ja. Gewoon op de hoek. Ah, wat heerlijk, Leon. Er is gewoon bijna geen lek hier. Nee, dat was het belangrijkste. Dat was echt mijn hoofdreden om dit te doen op deze manier. Dat is echt zo chill. Oké, we gaan kijken wat je allemaal hebt. Gewoon een beetje controleren natuurlijk. Vind ik leuk. Dit is seizoen 2. We moeten bovenaan beginnen. Ja, we beginnen boven beginnen. Dus zeg maar boven, het zijn 4 verdiepingen altijd. Boven het eerste seizoen en dan... Ja, hier dus 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7, 8 en zo verder. Ja, precies. We gaan beginnen bij geel. Die heb je compleet gekregen omdat die voor mij een paar keer door de crates uitgegeven zijn. En voor mij waren er ook wel een paar mensen überhaupt die deze... Maar het zijn ook met questen, zeg maar. Volgens mij het helmpje en de legs, volgens mij. Nee, de chest en de boots is het van Enchanted. Die zijn toen met een 2-jaar event, Mytopia, in de dingen geweest. Het is een quest event geweest. Oh, en toen hebben ze die kleurcode gebruikt, dus daardoor is het in game. Maar de pants die heette geel en de helmet ook, en die andere heette geel chestplate en geel boots. Ja. Vaag. Misschien een van de meest iconische setjes als je Mytopia Republic denkt. Dan denk je aan roze, omdat ik dat natuurlijk gekocht had, en V en nogal meer mensen. En die heb je ook helemaal compleet. Hoe kom je aan dit setje? We hadden het net buiten de opname erover, maar misschien wel even leuk om dat te melden. Ja, nou ja, goed, een goede vriendin van mij waar ik RJL mee ben begonnen. Dus Roos, Jesse, Leon. Dus ja, Roos, beter bekend als je oude BA. Ja, Roos, die speelde Antonia. Natuurlijk. Zo, wat was dat een pittige dame. Ja, die speelde ook pre-public en die had nog roze liggen. Super vet. En ik vind het ook echt super grappig dat er sommige dingen heten ook gewoon leather tunic en leather boots. Je hebt echt die OG items, heb jij. Ja. Ik heb aardig wat speciale items, Oh my god. Nou, seizoen 1, op dit na compleet. Waarom? Ja. Zijn die er gewoon niet of zo? Die zijn gewoon niet in game. En want zelfs dit was er eigenlijk ook niet, het non-enchanted. En dat is er ook weer toen met dat event weer... Ah. Ja, is het erbij gekomen, zeg maar. Kun je niet een keer een seintje geven aan Danny? Van, hey yo, doe even de missing links. Nou, zou je zeggen... Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Oké. Maar hoe voelt dat trouwens even? Want ik weet dat heel veel mensen het proberen. Maar hoe voelt het om... letterlijk de grootste collectie te hebben. Ja, dat is wel echt een kick. Het is gewoon heel leuk om alles te verzamelen. Het is moeilijk, maar het is... Je komt altijd weer iets nieuws tegen. Zelfs dit rood heet gewoon leather. Ja. Oh my god. Dit is dan wel donkergrijs, Maar de helm niet. Ik zweer dat die in de game zit. Ik heb hem nog nooit gezien. Zelfs Danny en Kildor die vragen aan mij van... Heb jij hem ooit gezien? Wij hebben hem nooit gezien. Oké, van de donkergroen weet ik het wel. Dat er inderdaad geen pants en helmet zijn. Ja. Maar daar ging je nog iets over vertellen in ieder geval. Dat is dadelijk bij een ander seizoen. Ik moet even kijken, ik weet niet eens welk seizoen het is, maar volgens mij 8 volgens mij uit mijn hoofd. Ja, zelfs deze heb je gewoon compleet. Wacht even. Waar zag ik dat nou? Deze.
Je hebt letterlijk die in de etalage gestaan hebben, die heb jij. Ja, die zitten er ook bij. De wit 48.000. En voor alle duidelijkheid, dat is niet de prijs. Dat was per 16 dan, jongens. Zoals weten jullie dat ook. Ja. Of 64 zelfs. Kan hier veel over zeggen, maar seizoen 2 is compleet. En hier begon je ook al met verzamelen natuurlijk, hè? Ja, nee, zeker. Ja. Het was trouwens seizoen 6 waar ik het dadelijk over ga hebben. Oké. Nou, dan hebben we hier misschien wel mijn meest favoriete seizoen ooit. Dit was toen we erachter kwamen dat we het ook anders... Ja, dat is een dingetje. Die helm, die heb ik toen nog van Mariska gekregen. En die had hem weer van jou gekregen toen met die video's over de records en dergelijke. Wat je eigenlijk wil zeggen, is dat deze pants, die zit niet in game. Twee keer nu, want dat is dus ook zo'n dingetje wat ook weer over dat andere. Die is later een keer, één persoon had hem. Ja. En laatst kwam Danny een keer bij me toen met die economieveiling van... Hey Leon, zijn er nog bepaalde stukjes waarvan jij denkt van... Goh, die zou ik toch echt tof vinden als die in game komen. Ja. En ja, noem het. En ja, daar heb ik deze toen ook bij opgenoemd. Die is toen opgekocht voor iets van 330k of zo. 350k. Oh, nieuw geld. Oh, nou, dat was me net iets te... Wie heeft hem? Weet je dat? Stijn Klaver volgens mij. Job Stijn Klaver. Wat een lul. Of BRMZ. Een van de twee. Wat een lul. Nou, we gaan in ieder geval wel eindigen met weer één setje compleet maken. Dat heb ik toen bij Mariska dat ook gedaan. En voor mij bij jou in Cutraxia heb ik dat ook gedaan. Ja, met Oranje seizoen 1. Juist. Dus we gaan verder. Wat is de volgende gebouwtje? Nou, ik zal heel snel even dan één dingetje laten zien. Dat is dan seizoen 6 bijvoorbeeld. Okay. Nou, dat is dus deze verdieping gelijk. Ja. Dat is bijvoorbeeld grauw. Daar was de pants was niet van in-game. Wat? En dat was dus ook met dat wat Danny had. Die zei dat. En ja, die heb ik dus uiteindelijk... te pakken weten te krijgen. Wat super. Ja, en dat, ja, daar ben ik echt wel heel trots op. Dat snap ik inderdaad. Het is dan seizoen 7, hè, hier zo. Ja, seizoen 7. 7 en hieronder weer 8. Maar vanaf hier was het makkelijk, want dit was gewoon... Met alle connecties die jij had, heb je gewoon altijd wel een stukje... Ik verwacht ook... Wow, wait a minute. Ja, die was toen al één keer in game en die is toen weggeglitcht bij die speler. Oh. Maar die is ook weer via die veiling ook weer één keer terug in game gekomen. Maar die heb je ook niet. Nee, Teneria was me helaas voor. Denk je dat het ooit mogelijk gaat zijn, want je kan die stukjes natuurlijk lenen, dat jij alle setjes met lenen en al, welk huisje moet er naartoe? Laten we die daarachter gaan. Denk je dat het ooit mogelijk gaat zijn dat wij ooit alle kleding, behalve bij Eco, het compleet bij elkaar krijgen? Wordt wel lastig. Ik denk het ook. Ik denk dat het bijna onmogelijk wordt. Maar het zou wel vet zijn, geef toe. Ja, nee, dat zeker. Oké, ja, dit zijn alle suits. Hier zijn allemaal de suits. Hoe heb je die nou weer? Vooral hierboven is dat wel heel speciaal eigenlijk. Hoe heb jij al die suits bij elkaar gekregen? Die zijn allemaal door de inkoop gegaan dus. Ja, want zelfs deze, bijvoorbeeld deze 6 die hier staan. Dit zijn suits die, die kwamen toen 1 of 2 keer in game. Misschien 3 keer hooguit. Die kon je toen als jij... 64 of 32 van die kleur kocht van één stukje, kreeg je één zo'n stukje erbij. Ja, en die heb jij. Doe even normaal. Ja, die hebben we toen allemaal ingekocht. Maar vooral hier de bovenste verdieping, daar ben ik heel trots op. Daar mis ik er eentje van, één suit. En dat is de Atlanta Enchanted. Dat zijn alle steden suits. Oh, natuurlijk, ja. Ja, Jezus, hoe ga je die ooit krijgen? Ja, misschien als je mazzel hebt, dat doe je het met mij. Maar je mag één stukje kiezen. Welke mis je? De Enchanted geel. Atlanta Enchanted. Ja. Oké, we gaan door, anders wordt het een video van een half uur. Ja. Even kijken. Hier in het midden zitten al mijn specials. Oeh, die maar even snel. Dat wil ik zien. Dus dat is nou Crocodile, Purple Haze, dat soort kleuren. Maar, nou, wat zijn dit dan? Dit zijn quest setjes. Poppy Quest, Heal Quest. Ja. Marine Blauw. Security Suit Replica. Ja, ook dat nog. We hadden het er net bij de opname over. Letterlijk op het moment dat we deze video opnemen, een uurtje later, gaat er een veiling zijn. Is hier nog meer boven of niet, wat ik kan bekijken? Ja, er zit van alles boven, beneden. Dus dit is vooral het leddergebouw, zeg maar. Oké. Ja, dus hierboven zitten volgens mij alle staf omrel setjes. Ja. En nu die kant op. Hier zitten alle specials eigenlijk, maar dan met Iron Diamond Gold bijvoorbeeld. Oh my god, wat hier? Je eigen 33 jaar setje. Verjaardagssetje. Ik zweer het je, wat hier staat. Dit setje heb jij? Ja, Midnight heb ik ook. Mensen kunnen het mooi of niet mooi vinden, maar die zijn met 2 setjes van compleet of zo, volgens mij. Ja, er zijn er echt maar weinig van, volgens mij. Misschien is het enige complete setje bedenken in één keer. Dat zou maar zo kunnen. En dit is de Bora
Ja, quest. een beetje valse spelers, maar goed, dat Oh, maar ben met ik mee bezig nog. de chestplate. Ja, weet je, Ja, ik weet ben je er wie nog die mee heeft dan, of bezig. niet? Ja, die ene van YouTube volgens mij. Milan, en die wil natuurlijk weer niet vanaf, die smerige. Nee, ja, die wil er heel veel geld bij hebben. Ja, natuurlijk. En de Enchanted Diamond? Die heb ik, maar daar, ja, dat is ook weer zoiets. Dat is het gebouwtje hierachter. Ja, hier schuin achter. Ja. Want hier zitten trouwens alle Greycoin spulletjes in. Oh ja, voor een andere video bewaren. Want ik denk ook, sommige mensen sparen die namelijk specifiek. Ja, en hierboven zeg maar, heb ik al die speciale setjes, die ook waar ik mijn eigen setje van heb. Ja, sorry, ik was even je FBI gear aan het bewonderen. Dat je die ja, gewoon hebt, net. Jongen. Jezus. Ja, en hierboven heb ik dan 6 setjes hangen die van die spelersetjes zijn. Dus ja, er staat er nog niet bij. Het is Duffy, Trandir, Sander... Chunker, The Wiz. Ah, dit is De Wiz. Die zou je Insomnia daar kunnen plaatsen, maar jij zegt dit is De Wiz. Ja, wacht ik even. Vind hem specialer. Waar is dan zijn boots? Ja, die is ook weer bij een speler. Volgens mij ook bij de heer Stijnklaver. Oh my god, Job. Kan niet, hè? Maar, yes. Oh, wacht even. Dit is natuurlijk ook gewoon gold, maar dan van Duffy. Ja, ik snap het. Ja, hem. Van Duffy. Ik denk echt dat het nooit iemand gaat zijn, en zie het als een uitdaging, die een grotere collectie als dit gaat opkopen. Want als ze dat willen... Zijn ze afhankelijk van jou voor een groot deel? Ja, veel wel, ja. Oh, je hebt zelfs die Manticore-setjes. De Manticore-setjes, ja. Die heb ik ook allemaal. Weet je dat er mensen zijn die letterlijk niet eens weten dat deze dingen bestaan? Ja, dat zit er dik in, ja. Die hebben zoiets van, oh ja, dat ken ik al. Dat is Barbie, ja, toch? Nee. Ja, Full Black, toch? Ja, Full Black. Ja. Oh ja, en de Minion-dingen en de Mondrian. Olympische Speler, daar zo op de hoek. Ook nog. Jesus Christ. Oké, voorbij hebben we nog een paar 2-3 gebouwtjes te gaan. Niet eens, denk ik. Nee, nog eentje waar wat unique specials in zitten. Ja, en eigenlijk wil ik als laatste nog mijn eigen gebouwtje laten zien van RJL natuurlijk. Ja. En hier heb ik dan wat specials van unique zitten van de laatste tijd. Like it. Oh, deze heeft je P ook, dit soort zeg maar. Ja, dit is die van Kildor. En hier links zit Purple Rain bijvoorbeeld. Daar is een goede vriend van mij helemaal gek mee. Weet je nog welke gear ik aan had? Dat Candy? Ja. Enchanted? Ja. Dat ligt momenteel bij een speler, die 2 stuks. Ja. Die heb ik in een challenge weg moeten gooien. Dus die gaan ongetwijfeld op de markt komen binnenkort. Ja, precies. Dus hou dat in ieder geval in de gaten. Je had het toch over je eigen... Ja, dat eigen is het ruimte. Allerlaatste gebouwtje eigenlijk. Dat is echt helemaal aan de andere zo kant. Zo groot dit, jongen. Ja, het zijn 12 gebouwtjes. Oké, okay. Een vraag die ik natuurlijk veel onder de viewers heb gezien. Ja. Hoe heb jij dit bekostigd? Want handel je ook in kleren? Dat ja, nou ja, RJL, we hadden natuurlijk onze eigen kledingwinkel. En dat heeft heel veel opgebracht, zeg maar. Via daar heb ik ook veel kunnen kopen. Ja, waar gaan we heen? Boven, onder? Ja, beneden, daar staat mijn eigen setje. Dat vind ik natuurlijk het mooiste van allemaal. Ja, ik weet het, Kevin IJsselterror, die loopt er ook steeds mee. Ja, dit is de unieke one-of-a-kind setje. En jij wou hem roze hebben, volgens mij, toch? Die was zo gemaakt voor mij. Of hebben wij dit zelf gedaan? Ja, ik weet dat hebben jullie toen zelf gedaan. Ik weet dat Mart en ik dit gedaan hebben. Ja. Ja, ik hoop dat je hem leuk vond. Rolf. Ja, ik vind hem heel mooi. Ik ben er blij mee. En hier beneden zit dan nog mijn vrienden / stafmuren. Oh. Bordjes. Uit het oude museum heb ik die meegenomen. Hup, de Graafschap. Wie heeft dat nou weer gedaan? Ja, ik zelf natuurlijk. Oké, ben je wel van de Graafschap, ja? Ja, ik kom ook uit Doetinchem zelf, dus... Oké, moment van de waarheid. We mogen doen geen diamond, iron en gold. Welk item zou jij heel graag willen hebben? Zeg je van, nou, David, maak die compleet. Seizoen 1, 2, 3, 4, noem ja, het wat op. Ja, als ik dan toch echt een krijg... Wat, niet zeggen, lopen naartoe. Dan maak ja, het spannend. Dat kan maar één ding zijn. Vertel er een verhaaltje over ondertussen over. Nou ja, goed, mensen kunnen raden wat het is. Maar niet zeggen wat, bepaalde, hè. Bepaalde personen die proberen mij daarmee te pesten. Van haha, die is lekker niet, die krijg jij niet. En ik koop hem voor je neus op. Ja. En als ik hem heb, gooi ik hem in het vuur. Jij gooit hem in het vuur? Nou, hij, diegene, die heeft wat gezegd van wij kopen hem voor je neus op en dan gooi je hem weg. Oké, dus het is niet donkergrijs helmpje. Oké, oké, dat is prima. Deze was compleet volgens mij, dus hier kan het ook niet zijn. Even kijken, dan zitten we hier bij seizoen... Oh, ik weet al welke het is. Ja, dat kan er maar in wezen. Even kijken, deze heb je ook compleet, hè? Ja, die heb je ook compleet. Jij wil heel graag de Holland Oranje Enchant ja, Pants. Ja, als ik dan de kans krijg, dan... Dus als ik... Even kijken wat er eigenlijk op staat, hoor. Op die normale. Unbreaking 1. Oké. Hoppakee. Oh, wacht. Daarvoor moet ik even... Game mode, anders vind ik het helemaal niet. Dan doen we zo. Dat wordt wel lastig. Enchant. Dura 1.
Gefeliciteerd. Je hebt die compleet. Ben ik heel blij mee. Ik wil wel van jou weten, doe maar via Mattermost, wat hun reactie was. Dat ga ik zeker nog als je dit van, hey, maar kijken wat ik heb. En dan, van, hoe dan? Want deze video komt pas over een paar dagen online natuurlijk. Leon, ik hoop echt dat als wij hier over, laten we zeggen, een paar maanden weer zijn, dat je weer een seizoen erbij hebt. En ja, dat je sommige stukjes waarvan we nu hebben, ja, die heb ik nog niet, dat je die compleet hebt. Ja. En ja, ik raad iedereen ook aan om dit even te gaan bekijken. Voor de mensen die het, de zone kunnen betreden natuurlijk, want dat staat in Sunnyvale. 1100 bij 960, even simpelweg 1000 bij 1000, dan vind je het ook wel, dan zit je er vlakbij. En anders is het vanaf de oude rechtbank het bootje over en dan ben je. Het is letterlijk gewoon op een los eiland, zo groot, zoveel ruimte had je nodig. Maar dit kreeg je gewoon niet voor elkaar in Sunnyvale zelf, voor mij, of wel? Nee, dat gaf ook gewoon te veel lag bij het oude gebouw. En dat wou ik gewoon niet meer. Dat vond ik zonde voor de server, vond ik zonde voor de spelers. Precies. Want ze kwamen er gewoon niet, omdat het gewoon te veel lag gaf. En mocht je nou heel toevallig dit helmpje bijvoorbeeld hebben, dan kun je dus naar Leon toe, neem ik aan, hè? Ja, en ik zal voor dit helmpje zeker goed betalen. Ja, of ruilen met iets wat zij heel graag willen, want voor mij heb je ook bepaalde dingen dubbel. Oh, zeker weten. Of dat je zegt, dit helmpje vind ik letterlijk belangrijker dan niet uit seizoen 4, want dat kan ik misschien nog een keer krijgen. Ik wil je heel erg bedanken in ieder geval, Leon, voor wederom een geweldige opname. Kijkers thuis, ik heb het al gezegd, vergeet even een like achter te laten, te abonneren op DDC voor meer Mindtopia. Inmiddels ook elke dag Planetcraft. En ik hoop jullie terug te zien bij een gloednieuwe video. Later!